Goedemorgen lieve mensen, het is maandag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe weekvlog. Ik moet echt even een momentje pakken om voor mezelf tot de rust te komen. Want jongen, ik had een race tegen de klok vanochtend. En het was daarnaast gisteravond nogal laat geworden. We hadden een feestje met Juris voor Juris verjaardag. Die is 30 geworden onlangs. Het is nogal laat geworden en het was erg gezellig. Dus kort nachtje. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het was super leuk. Dus daar gaat het om. Deze week heeft heel veel leuke dingen op de planning staan. Een paar leuke werkafspraken. Vooral dat eigenlijk. Hele leuke werkafspraken waar ik super veel zin in heb. Onder andere de face-to-face interviews. Ik ben er ook een beetje zenuwachtig voor. Want het is voor ons toch voor het eerst dat we zoiets gaan doen. Dat we mensen echt interviewen. En ik wil gewoon echt dat interview nelen. Ik wil ze de mooie verhalen van alle vrouwen die we gaan interviewen zoveel recht aan doen. En ik wil gewoon, ik weet niet. Ik heb er gewoon heel veel zin in, maar het maakt het ook spannend. Ik ga aan het werk. Ik ga eerst nog even de was eruit halen. Dat het lukt als het goed is, precies voordat Tien hier is. En dan gaan we aan de slag. Tien is er! Joepie! En we hebben net een heel leuk nieuw videoconcept bedacht. En Martien is al begonnen zelfs met het opnemen van deze week. Ik ga er niks over verklappen. We gaan er niks over klappen. Het enige misschien dat we... Nee, ik ga er niks over verklappen. Nee, het wordt heel erg leuk. Ik weet nog niet zo goed of dit online komt van... Oh, Rosa. Ik weet niet zo goed of dit nog online komt voordat ik bevallen ben. Omdat ik het in mijn zwangerschapsding doe. Dat moet nog even beslissen. Maar het wordt wel heel erg lachen. De eerste komt in elk geval al volgende week vrijdag voor jullie online. Lunchtijd. Ik heb even een salade voor mezelf gemaakt met... Het is een allemaal restje van gisteren van de barbecue. Dit is salade met wortel en een klein beetje yoghurtnezen. En tomaatjes en dan een broodje en stokbroodje. Ik vind het altijd zo snel al taai worden na een dag. Dus ik heb hem even in de oven gedaan. En dan met kipcurry en rucola. We hebben heel erg hard gewerkt aan een leuk project. Ja, precies. Ja, ik ben heel benieuwd. We zijn nog niet klaar, maar we gaan nog steeds verder. Ja, we're going still going strong. Maar het is heel leuk om te doen. Het is inmiddels 5:30 bijna en Martien is net naar huis en ik ben even snel aan het koken. Voordat ik hier moest ophalen van de crash om 6:00, moet ik ze ophalen. En het was gewoon zo'n heerlijke werkdag vandaag. Super productief geweest en... Ja, lekker. Het is gewoon zo fijn om met Tien samen te werken. Ze is echt de best partner in crime ever. En ze zegt, met niemand in mijn hele leven lig ik meer op één lijn dan met haar. Dus dat was zo leuk. En gewoon ook leuk aan nieuwe plannen gewerkt. Ik kreeg altijd nieuwe energie van. En heerlijk. Fijn. Nu zit ik heel eventjes buiten in het zonnetje terwijl de aardappels opstaan. En Sarah ligt lekker bij me. En dan ga ik zo mijn jongens weer ophalen. Jemertje, wat heb jij gedaan, hé? Je bent helemaal zwart. Stommig. Wow. Zoals je ziet, Juris staat. Het is 6:30. We gaan snel eten met die jongens. En dan gaan ze naar bed. En dan kunnen wij op de bank. Wij gaan eten. We eten groenteballetjes en smashed potato. Met bieslook en, de lens beslaat een beetje, snijbonen. Goedemorgen, dinsdag. En het is mijn mama dag zoals gewoonlijk. Het is inmiddels volgens mij 7:30. Je Gijs ligt weer voor de tweede keer in bed en jij is lekker in de woonkamer aan het spelen. En ik ben in de keuken wat hapjes aan het maken. Zodat ik weer een voorraad hapjes voor Gijs in de vriezer heb. Gijs nu bijna 1/2 jaar en hij begint steeds wat meer voeding, vaste voeding te eten. Superleuk. Dus dan heb ik ook wat meer plezier in het maken ervan. In het begin dan maak je hapjes, sta je uit de sloof en eten ze 1 hap of helemaal niks. En dan denk je echt, waar doe ik het voor? Maar inmiddels... It's coming en hij begint lekker te smullen. Dus ik ben bloemkool aan het maken. Mango en pompoen. Verder komen de boodschappen vandaag. Ik heb al wat wasjes gedaan. Opgeruimd. Een beetje huishouddag vandaag. Ik heb hapjes gemaakt voor Gijsje. Bloemkool, pompoen en dit is mango. En dan heb ik 1 andere portie. Zit hier in dit pakje. Die ga ik nu zo geven. En dit is een speciale vorm van een baby. Van, kijk, hetzelfde merk als de babykoek die ik heb. En dat is dus een siliconen vorm. Beetje zoals waar je muffin vormpjes van hebt. En dan met een deksel erop. En dan kun je dus heel makkelijk de hapjes invriezen en eruit drukken. En opwarmen. Echt ideaal. Vriend. Mama's haar. Oh. Je hebt er een hele pluk uitgetrokken. Nee. Gijs en ik liggen lekker buiten te spelen en Jelle die is aan het slapen. Ik heb echt een niet te vooruit te branden dag. Het is niet geloof ik, het is al bijna eind van de dag nu. Ik heb nog geen fluit gedaan behalve die hapjes gemaakt.
zat hier zo eerst maar eens gaan opruimen en zo. En het zag eruit. En zo'n dag dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk wel wat doen. Maar ik heb geen zin om eigenlijk naar buiten te gaan. En ik weet ook niet wat ik dan moet doen. Het is super mooi weer, maar ik zit bijna alleen maar binnen. En het frustreert me. Goedemorgen, het is woensdag. En vandaag hebben we best wel een spannende dag, al zeg ik het zelf. Samen met Tien en Maris ga ik namelijk naar Utrecht. En daar hebben we de eerste serie face-to-face interviews. Ik denk 2 maanden geleden heeft daarvoor een oproep online gestaan op Toewomen. En we kregen meer dan 100 reacties. Heel tof. En uiteindelijk hebben we 15 meiden uitgekozen met wie we gaan interviewen. En vandaag zijn de eerste 5 meiden aan de beurt. Ik heb er super veel zin in. Ik heb een vraag voorbereid. En ja, ik hoop dat we een mooie inspirerende gesprek uit gaan voortvloeien. Mijn make-up zit trouwens heel raar in het licht. Het zat net nog zo mooi. Nou goed, whatever. Dus dat gaan we doen. We zijn er! We hebben de eerste 2 interviews gehad met Anita en Loes. Superleuk, hè? Of niet Tien? Vond je niet leuk? Ja, toch? Dat dacht ik. En nu gaan we lekker lunchen. Wat hebben we allemaal genomen? Dat moeten we natuurlijk even laten zien. Ik heb de Eggs Florentine. Martine heeft 1 croissantje, maar volgens mij komt er nog 1 aan. Ik wil nog een kaascroissant. Ja. En dat van Maris ziet er ook wel heel goed uit. Oh. Yeah. Ik ben nog steeds bezig met interviewen en nu is Juliette aan de beurt. Juliette komt helemaal uit Goes, jongens. Hoe lang was het reizen voor je? Ja, iets meer dan 2 uur. Dus. Echt super lief dat ze er was. En ze is echt super stoer. Ja, ik ga niks verklappen over haar verhaal, maar het is echt een hele inspirerende meid. En we zijn weer op de carpool. Maris heeft ons afgezet. En nu zitten we nog even bij Tien, het laatste stukje in de auto en dan zijn we thuis. Het is half, het is 6:15. Nou, best ja, oké. Okay. Best goed gedaan. Ja. En nog lekker. Eet jij thuis met Jor of niet? Ja, Renate en Jor komen zo. Oh, die blijven niet eten op het eiland. Nee, gelukkig niet. Dat zou oh, gezellig. Vinden, dus, ik eet ook thuis. Jur eet denk ik niet mee, maar mijn moeder en de jongens wel. Wat denk jij? Ik weet het nog niet. Ah, ik vond het wel een leuke, inspirerende dag. Jij dan? Ja, vond ik ook. Ja, het was echt interessant. We zien er misschien een beetje afgedropen en moe uit, maar dat komt meer omdat het intensief is een hele dag. Ja, en het is ook echt heel heet buiten. Dus ja. Zo plakkerig in mijn auto. Ruim 30 graden. Word je niet vrolijk van. Echt heftig, maar het was wel een hele leuke dag. Ja, dus ik heb wel echt genoten. Ja, het echt heel inspirerende verhalen. En ook heel benieuwd wat jullie er uiteindelijk van gaan vinden. Ze komen de komende 3 kwart jaar verspreid af en toe op Toewomen. Op onze blog. Dus kijk je alleen op YouTube. Check echt even de blog voor dit soort verhalen. En ik ben benieuwd wat er, wat de reacties zijn. Ja. Mensen, kinderen, mijn agenda is een chaos deze week. Donderdag alweer, wat gaat de week toch hard zeg. Jongen, jongen. Het is alweer donderdag, Jelle. Nou, en ik ben samen met Jelle aan het lunchen en Gijs ligt lekker in bed. Ik heb een salade gemaakt met rucola, aardappelsalade en cherrytomaatjes. Dus dat gaan we even lekker opeten. Dit is zo schattig. Gijs zit achter een blokje aan. Hij heeft hem daar in zijn handjes en dan schuift hij hem elke keer weg. En dan wil hij hem weer pakken. Zo schattig. Ik ben zo meteen klaar om te gaan. Ik heb dus een afspraak met Tien. Een hele leuke. Ik zal mijn outfitje nog even laten zien. Ik heb een jurk aan van Nikki. Iedereen dacht in de vorige vlog dat het zwart met wit was. Maar het is heel donkerblauw met wit. Just a detail. Maar verder dan mijn Mulberry Clifton tasje. Clifton. En dan mijn witte sneakers van Adidas op klittenband. Oké, vergeet die outfit. Het is toch wat anders geworden. Namelijk een basic wit t-shirt. En dan daaronder een ook gele pantalon. En mijn sasje hakken waarvan ik op dit moment echt niet genoeg kan krijgen. Ik ben er zo blij mee. Ze lopen heel lekker. En ik vind hakken gewoon heel erg mooi. Maar ik draag ze bijna nooit meer. Omdat ik dan die punthak, die naaldhak vind ik niet fijn. En meestal zijn ze te smal. Maar deze jongens, deze zijn echt heel fijn. Daar is Tien. Ah, ik krijg al een app. We zitten op het terras aan de voorkant. Terras? Hebben ze geen last gehad van de regen dan? Het is avond en ik ben weer thuis. Schoonouders hebben opgepast. Mijn schoonzus is nog even. En we hebben eten besteld, dus wij gaan aanvallen. Oh, ik ben lekker de hele avond bij Tien en Renaat geweest. Gezellig was het, hè? Enorm. Het was zo gezellig. Dit is een inside joke. Zie ik er nog aan het werk. Maar je bent wel een topper. Kunnen we nog even afspreken zonder dat we cijfers gaan bespreken? Nou ja, voor mij wel. Ja, dat zou gaan. Het is verdomme 11 uur bijna. Ik moet naar huis. Oh, shit. Jongens, aan jullie paraplu tot morgen. Oh, het is echt veel te laat geworden gisteravond.
En voor ik ga ontbijten ga ik eerst een mini fotoshootje doen. Want ik wil mijn ontbijtje even fotograferen vanochtend voor een artikel to women. Over mijn eigen gemaakte granola. Ben ik weer. We hebben lekker ontbeten net. Het is nu 9 uur. En ik ben heerlijk aan het werk. Terwijl de jongens in bed liggen en Jure laat hem ontbijt. Die is vrij vandaag, gelukkig. Super lekker. Kan ik even doorstomen. We hebben het best wel druk. Dat zeg ik elke week, maar ja, het is gewoon zo. Dus ja, ik ben lekker aan het werk. Wij zijn onderweg naar de speeltuin. Jure is vrij vandaag en het is vrijdag. En ik dacht, we zouden eerst morgen gaan. Maar toen dacht ik, nee, het is vandaag nog een doordeweekse dag. En vanaf morgen hebben ze hier allemaal vakantie. En dan wordt het de rest van de komende 6 weken natuurlijk echt stervensdruk daar. Dus ja, we gaan lekker gewoon vandaag. Even bij ons huis en hier binnenkort wordt het puntje erop gemetseld en dan uiteindelijk het dak erop. De kraan staat er al klaar om de spullen naar boven te hijsen. Er staan ook al wat dingen. Zo ziet het er nu uit. Ja, leuk! En bij de buren zit het dak er al op. Volgens mij helemaal of niet. Of ja. Ook met dakpannen. Ja. Oh joh, en bij onze achterburen zelfs al zonnepanelen. Ja, die zaten er laatst ook al. Oh, maar hier ook al zonnepanelen. Ja. Wow. We gaan lekker buiten eten. Super fijn aan de zomer, vind ik dat altijd. En we eten pasta met tonijn. En Gijs heeft een hapje van bloemkool. Ik heb net een live sessie op Instagram gehad. Dat was super gezellig. Dus iedereen die heeft gekeken, dankjewel. Ik ga weer even een rondje sporten. Ik moest mezelf er echt toe zetten weer deze keer. Maar het moest van mezelf. Dus ik ga het doen. Ik heb nu even 1,5 minuut pauze gehad. Dus 2 sets door. Of 2 circuitjes door. En dan gaan we er weer verder. Sarah die probeert ook mee te doen. Die is iets relaxter. Dit zijn echt kut momenten aan het ouderschap. Gijs is ziek en die heeft echt nog geen oog dicht gedaan. Het is al 4. Ik wil echt zo graag slapen. Hoi, het is zaterdag en het is inmiddels halverwege de dag. Oh, we hadden een hele slechte nacht. Gijs die voelde zich niet lekker en had last van zijn tanden. Dus hij was echt enorm aan het spoken. Dus we hebben echt super langzaam opgestart vanochtend. En allebei nog een keertje extra een dutje gedaan van 2 uur. Dat we een klein beetje bij konden slapen. Nu zijn we gezellig buiten met z'n allen. Gaan we even boodschappen doen, puntje. En misschien nog vanmiddag even weg, maar dat zien we wel. Hey. Wij gaan lekker lunchen met z'n allen. Ik heb salade gemaakt, we hebben bolletjes en verse tomatensoep. Zondag schoonmaakdag. Ik ben even oude fotoalbums aan het terugkijken. Ik was wat aan het opzoeken wat Jelle kon op een bepaalde leeftijd. En toen kwam ik de hele stapel tegen. Zo leuk om te doen. Dit is ons trouwalbum onder andere. Oh, Saar, dat was echt nog maar 1 jaar of zo. Zo leuk. Dit is echt mijn favoriete foto van ons. Oh, dit is het fotoalbum uit 2014. Zo grappig dit. Hier was Saar nog echt heel klein. Oh, New York. Heerlijk. Dit is van onze vakantie naar Griekenland in 2015. Oh, dit was zo'n fijne vakantie. Was ik zwanger van Jelle. En dit album vind ik ook heel mooi. Dit is het album van mijn zwangerschap van Jelle. Van Gijs heb ik nog steeds niet af. Heb ik echt alles in bijgehouden. Vanaf de test tot aan alle buikfoto's. En het klaarmaken van de kamer. Kijk, dit is echt een hele leuke serie. Vanaf de eerste paar weken, 9 weken. 18 weken. We zijn langs een braderietje gereden onderweg naar huis. En toen zeiden we spontaan, zullen we even uitstappen en kijken. Dus dat gaan we nu doen. Leuk. Jongens, wat een faal. We zijn echt 2 seconden op de ver.
Ik heb één klein stukje rozijnenbrood geproefd. En ik geef Jelle wat. En echt 3 seconden later geeft hij me toch een partij over. Echt voor de ijskraam. Niet te geloven. Echt alles zat erom. Ik zit eronder. Hij zit er helemaal onder. De kraam zat eronder. Echt. Oh, echt. Verschrikkelijk dit. Echt. Oké, okay, Jurin, ik kon er al heel gauw om lachen. Want dit is echt weer zo'n verhaal van dat je dit verzin je gewoon niet. Ja. Ik heb ook nog 13 euro entree betaald voor dit, voor die hele fair. Jelle. En hij voelt zich gewoon nu echt super ellendig. Nou, dat hij ook zo moet huilen. Oh, hij wil zijn schoenen aan. Ja, dikke pet. Maar die zitten onder de kots. Het is echt. Yeah. Echt weer zo'n faal dit, jongens. Nou, wij gaan even snel naar huis. Nou, jongens, Jelle en ik zijn gedoucht. En met dit spetterende einde bereik volgens mij maar een eind aan deze weekvlog. Want ik ga voor Jelle zorgen en de weekvlog bewerken en eten koken. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke weekvlog vond. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei!